Dit is Raya Senna uit Vlaardingen. En bij tekenen of schilderen heeft zij aan één papiertje niet genoeg. En ik vind het eigenlijk juist leuk om juist zo druk bezig te zijn. En met van alles tegelijk. Ik vind best wel snel dingen saai en zo. Dit keer deed ze 8 vellen tegelijk. Ze heeft dus 2 penselen in haar handen en 2 tussen haar tenen. Ik had met kwast aan mijn tenen geplakt het plakband, maar dat lukte niet. En op een gegeven moment, na een uur, had ik ontdekt dat kneedgum beter werkte. Dus ik ging allemaal een beetje trucjes en dingen verzinnen. En na heel wat oefenen kan ze dit. Het is een best wel langzaam proces. Je hebt echt wel geduld nodig. Oké, je hebt geduld nodig. Geduld, maar ook nog iets anders. She has a very exceptional brain. Wetenschappers hebben gemeten hoe de hersenen van Raya Senna werken. En ze vonden iets heel zeldzaams. Toen hadden ze ontdekt dat als ik aan het tekenen ben, dat mijn linker en mijn rechter hersenhelft complete verbinding hebben of zoiets. Much more than I've ever seen with anyone else. They're actually 3 times the normal amount. Voor Raya Senna is het tekenen vooral rustgevend. Ze tekende met handen en voeten 8 bekende mensen bijna levensecht. En het filmpje dat ze daarvan op TikTok plaatste, werd binnen een dag door 4 miljoen mensen bekeken. En ook een van de getekende personen was onder de indruk. Kavi Leem had ik met mijn voeten getekend. En op een gegeven moment zag ik dat Kavi Leem in zijn Instagram was vermeld. Dus dat vond ik echt super grappig, echt super leuk. En als jij ook eens met je voeten zou willen tekenen, dan is dit de tip van Raya Senna. Ja, kneedgum, dat werkt heel goed bij mij.